zijn hier vandaag bij de Maastunnel in Rotterdam, een van de oudste tunnels. Wij verzorgen hier de kanalisatie voor de elektra, dus de kabeldraagsystemen van de middenspanning, de sterkstroom en de zwakstroominstallatie. Dit is wel een uniek project, zeker omdat het een van de oudste werken is. Alles moet in originele staat teruggemaakt worden. Dit totale project moest in functiebout aangebracht worden. Dat houdt in dat als het begint te branden, dat het zoveel minuten moet blijven hangen. Dat is in dit geval 90 minuten. Ook de certificeringen verzorgen we daarvoor. Dus het einde van het werk heeft de klant een totaal functiebouwd project met kanalisatie daarvoor. De samenwerking met OBO is eigenlijk zo verlopen dat wij uitvoerders op het werk hebben. De montageploeg van OBO die loopt gewoon mee bij ons. Die krijgt zijn opdrachten via de uitvoerders van de combinatie. Waarom wij ook aan de voorkant uiteindelijk voor OBO hebben gekozen is een van de randvoorwaarden voor dit project of dit contract. Waarin de gemeente Rotterdam heeft geëist dat alle kabelwegen die aangebracht worden, een groot deel daarvan moeten functiebehoud zijn. OBO is gewoon een partij die samenwerkingsverband heeft met een andere partij van hun in Duitsland. Die het hele functiebehoudverhaal uiteindelijk certificeert onafhankelijk. En dat was gewoon een belangrijke voorwaarde in dit contract. En een ander punt waar OBO gewoon een toegevoegde waarde in heeft, het leveren en monteren. Van een specifieke hoogspanningsschoot waar hoogspanningsbekabeling in gelegd wordt, die helemaal op kleur rood gefabriceerd wordt. Dat is geen standaard product. Maar OBO kan er wel een standaard product leveren die ze lokaal hier in Nederland op kleur laten brengen en uiteindelijk hier het monteren. Waardoor de specifieke wens van de klant op die manier is ingewilligd.